Mijn naam is Anna Schulp en ik ben paleontoloog hier bij Museum Naturalis in Leiden. Naturalis is in Nederland het Nationale Natuurhistorisch Museum. Over een paar jaar gaan we open met een groot nieuw museum, een nieuwe tentoonstelling. En in die nieuwe tentoonstelling daar komt ook een enorme dinosauruszaal. En voor die dinosauruszaal zijn we nu dus druk bezig om nog een paar nieuwe dinosaurusskeletten eraan toe te voegen. We hebben al een heleboel leuke plantenetende dinosaurussen, maar er komt nu ook nog een Tyrannosaurus rex bij. Van de Tyrannosaurus zijn tot nu toe nog maar 2 skeletten gevonden waar meer dan de helft van de botjes bewaard zijn gebleven. En we hebben hier nu weer een heel mooi skelet. En dat is een skelet dat niet in Noord-Amerika blijft, dat komt naar Leiden. Je moet je voorstellen als zo'n beest van 5000 kilo daar doodgaat en aaseters die maken er korte metten mee. Dus in de kortste keren ben je gewoon stukken kwijt. Veel andere botten hebben we wel. En we hebben bij deze T-Rex, we hebben het rechterbeen, het linkerbeen missen we. Ja, dan kun je natuurlijk het gespiegeld gaan boetseren of je neemt een afgietsel van een andere Tyrannosaurus waar toevallig wel het linkerbeen bewaard is, die bijna net zo groot is, maar net niet helemaal. Dus ja, wat dan eigenlijk veel makkelijker is en met de huidige techniek kan dat ook gewoon vrij eenvoudig. Een scan maken, dat hebben we gedaan. Er is een scan gemaakt van het rechterbeen. En ja, wat is er dan makkelijker? Het is 1 muisklik om hem te spiegelen. De 2e muisklik is print en dan komt het linkerbeen de botje voor botje uit de 3D printer. Detailniveau, de resolutie is gewoon uitstekend. Het zijn natuurlijk ook hele grote botten waar je het normaal over hebt. Dus ja, dit soort detail op deze afstand is het. En op deze afstand ga je natuurlijk straks dat hele skelet ook gewoon zien. Is het niet van echt te onderscheiden. Tyrannosaurus, een beest van 13 meter lang, een gigantische dino. Die heeft dus zo'n klein armpje. Het armpje van de Tyrannosaurus is net zo groot als mijn bovenarm. Ja, en dan is het eigenlijk een voordeel als je botten bij zit die je niet hebt. Want in zo'n 3D-print, daar kun je natuurlijk gewoon een mooi gat in doen en al het staal aan de binnenkant er doorheen laten gaan. Dus wat ook vaak gebeurt als je dus 1 poot niet hebt en 1 poot wel hebt, dat je het grote stalen frame waar de hele dino op leunt, de hele dino op rust, dat je die verstopt in het hele lichtgewicht nagemaakte bot. En ja, de rest van de botten kun je dan mooi ondersteunen.